Bram, ik ga jou even een dilemma voorleggen. Ja. Stel, je hebt een optreden staan. Ik schud nu maar iets uit mijn mouw op 17 juli. Een Ja, solo-optreden dat ergens. is de verjaardag van mijn vrouw. Ah, Is dat het dilemma? dat wist ik Is helemaal niet. dat Ik ken jouw vrouw niet, hè, maar het is puur het? toeval. Ja. En stel dat volgende week Niels belt om te zeggen van we gaan die avond een concert geven. Wat ga je doen? Ga je het solo-optreden annuleren? Ik ga dat dan wel annuleren, ja. Ja, en voor mij, ik heb dat altijd gezegd, Niels de Stadsbader heeft voor mij altijd voorrang. Omdat, ik heb het daar juist al gezegd, omdat dat echt zo... ik ben Niels ook heel dankbaar voor alles, want Niels heeft mij echt al enorm gesteund in alles wat ik doe. En we hebben zo'n vriendschapsband opgebouwd, ik zou dat niet willen verliezen. Dus voor mij zou dat op de eerste plaats komen. Maar ik zou wel proberen bellen naar die andere organisatie, of dat ik een uurtje vroeger of een uurtje later mag spelen. Ik heb altijd al gedaan, ik heb alles in mijn leven al gecombineerd. Dus ik heb allez, de afgelopen jaar, ik heb nooit minder dan 150 optredens per jaar gespeeld. Dus ik ben dat wel gewend van er twee, drie op een avond in een weekend te gaan doen. Dus ik zou dat zeker proberen van dat te fixen, dat dat te combineren zou zijn. Daar zou ik alles voor in het werk stellen.